En nu kan luisteren naar The Mavericks met Dance the Night Away. En we gaan verder hier op Radio Minerva met Ross Mitchell Band en zingers in Chattanooga, Cha-Cha. Radio Minerva ten voeten uit, geen hyperkinetische maar een rustige aankondiging. Gevolgd door een goede oude klassieker. Een combinatie die nog altijd werkt. Want als een van de weinige lokale zenders, of misschien wel de enige, overleeft Radio Minerva al jaren elke storm. En nu is ook die van de algemene crisis. Net de kwaliteit de crisis overleeft. En als men een goed product brengt, dan heeft men automatisch klanten. Je kunt dat ook vergelijken met chocolade, denk ik. Als je heel goede pralines maakt, dan gaan heel veel mensen die pralines willen eten. En als je zomaar een praline maakt om wat geld te verdienen, en je gooit die in de winkel, dan zal niemand die praline niet kopen. Dus wij maken een goed product, wij houden ook een beetje rekening met de luisteraars, een beetje veel rekening met de luisteraars. En daarom denk ik dat men blijft luisteren. Het is vooral die persoonlijke binding met de senior en dan vooral de senior die van Radio Minerva een vaste waarde maakt in het radiolandschap. Want klant is hier niet alleen koning, hij is ook de beste vriend. In een tijdperk van internet en satelliettelevisie, satellietradio, dat men niet meer moet streven naar zo'n groot mogelijk zendgebied, maar wel door naar zo'n persoonlijk mogelijke benadering van de luisteraar. En vooral de senior heeft daar een behoefte aan en ik denk dat het de succes is van Radio Minerva. En daarom luisteren er dus elke dag bijna 60.000 senioren naar Radio Minerva. En men verwacht hier niet dat dat aantal snel zal dalen. En dan tijd voor iemand van bij ons. We gaan luisteren naar Jack Limo in Ich liebe dich. Ich liebe dich.